Jullie niet hebben met die deursmotor dus. Met die deursmotor? Ja. Daar zit ook een dubbele koppeling in. Als je deursmotor hebt, heb je geen vloeistofkoppeling nodig. Ja, dat kan het niet meer in discussie worden. Ik heb tegenwoordig een collega die is ook nogal fan van het luchtgekoelde grijp. En dan zien we in F4 GDS. Maar zo wel van de reizen. Kijk, Sunderweijen, die kwam vroeger ook met dat soort trappen van de bal. Weet je dat nog? Dan let je wel op de koel van zo'n 8 jaar. Ja, dat is maar dat Sunderweijen. Ja, dat zit ik erbij. Ik zou gewoon niet zo'n trappen pakken. Maar tegenwoordig is dat Sunderweijen alleen maar met de baan van de rode baan. Ja, mooi. Ik heb het genoeg gisteren om een ietsje bij de kanaal te gaan trekken. Ik heb hier een volledig voorbeeld gemaakt. Ja, ik zal de rekening besturen. Maar we hebben dat rekening voor de hem ook sturen. Mooie afstand hier, 85 meter 25. Kijk, Thijs heeft nu 98 tandjes bijgehouden, dus ik weet het niet. Ik heb niks van tandjes. Ja, we gaan niet terug. Hallo, opleggen. Wat vind ik verder? En wat dan zo mooi is bij de opgave, is dat mensen tijdens opgave hun vermogen van de trekker op moeten geven. En dat iedereen dat zo'n beetje naar zijn eigen inschatting doet. Ja, ik zie hier een 844S staan van 82 pk. En ik zie er hier ook een staan die maar liefst 90 pk geeft. En volgens mij was het officieel 84 pk. Of nee, ze kunnen allebei al te horen. Als fabriek van zo'n 80 pk in. Ik heb van Straten gezegd dat hij 84 pk heeft. Sven Burg had hij gegeven 85 pk. Ja, dat weet ik al. Het zal allemaal wel willen. En ik denk dat iedereen heeft het goed in ander is. Dat ben ik zeker wel hard voor de volgende testen. Maar dat is een echte beste.